Hallo, hallo. Ik wil jullie graag wat tips geven voor je bestelling na de starterkit. Stel, je bent helemaal fan van de starterkit en je zegt oké, ik wil meer. Wat kan je daarna bestellen? Als het gaat over olies, vind ik de volgende must-have olie sowieso de cedarwood. De cedarwood is absoluut geen dure olie, maar die doet zoveel. Allereerst is het een supergoeie slaapolie. Als je die doet in combinatie met de Stress Away en de lavendel, want die zitten in de starterkit, heb je een supergoeie slaapblend. Zowel voor de kids als ook voor jezelf. Maak van diezelfde combinatie een roller. Rol dat eerst over de slapen en in de nek en goede nachtrust gegarandeerd. De volgende olie. Allee, eigenlijk is het een serum, maar het is een olie wat je dagelijks gebruikt. Ben je een vrouw, dan heb je waarschijnlijk op de een of andere manier wel last van je hormonen. Ik denk niet dat ik één vrouw ken die zegt van, oh, mijn hormonen zijn volledig in balans. Maar het komt er dichtbij als je dit kan gebruiken. Dat is eigenlijk, we noemen dat de PPP. Dat is in feite een serum, dus je mag hem zo, kijk, ik ga het hier doen, omdat ik hem gebruik. Je mag hem zo onverdund op je onderarm doen. Hop, hop, hop. En klaar. Als je dat elke ochtend en elke avond gebruikt, ga je dus echt balans krijgen in je hormonen. Dat is natuurlijke progesteron. Je lichaam neemt dat supergoed op, omdat dat natuurlijk is. Dat kan gebruikt worden van meisjes in de puberteit tot vrouwen. Zeker na de zwangerschap heb ik daar superveel aan gehad om mijn hormonen terug in balans te krijgen. Maar ook vrouwen in de menopauze. Eigenlijk voor iedereen. Dat is een superproduct. Dus als je eens moet kiezen wanneer je wel een keer sukkelt met je hormonen, ik zou zeggen dit. En dat moet je gewoon elke dag gebruiken. Gewoon elke dag, ochtend en avond, op je onderarmen, zodat ik het juist zie. Het volgende, misschien heb je dat al gekocht bij de starterkit, want daar raad ik in feite aan. Maar wat je eigenlijk zeker in huis moet hebben als je de olie veel gaat gebruiken, is de V6-olie. Dat is een draagolie, noemen wij dat. Die heb je nodig om 1. Je rollers te maken, maar ook als je de olie op je huid wil gebruiken. Hey, olie kunnen we nooit zo uit het flesje gewoon op de huid smeren. We gaan dat altijd gaan verdunnen. Hoe doe je dat? Heel simpel. Je neemt een pompje hiervan. Je doet een druppel olie erin. Je masseert dat onder de voetjes bij de kindjes, bij jezelf, in je nek, overal. En het volgende dat ik kan aanraden, is een bad- en douchegel. Je denkt misschien, huh? Geen olie? Nee. Daar is er een hele lijn van. Nee, dat is hier nu eentje, dat is de Dragon Time. Maar je hebt echt superveel verschillende. Ik zou zeggen, bekijk dat eens. Wil je daar meer mijn info over, laat het me weten. Maar het is volledig natuurlijk. Het gaat nog altijd lekker schuimen in je bad. En in de douche ruikt het heerlijk. Het is met essentiële oliën. En het is iets waar je lichaam je super dankbaar voor zal zijn. Ik heb een schemaatje als je graag wil een beetje switchen van toxic dingen naar natuurlijke dingen. Hoe dat je dat kan doen in 1 jaar tijd met elke maand een bestelling van 50 pv, dus met niet veel. Wil je dat schemaatje ontvangen? Laat me dat zeker weten en ik stuur het je door. Bye!